Hierbij wordt de historische veldslag van Stevensweert uit 1702 nagespeeld. Daarin hebben de Staatse troepen na een belegering en aanvallen van 2 dagen de Spanjaarden verslagen die het eiland in de Maas tijdens de 80-jarige oorlog in 1633 veroverd hadden. De aanleiding om een vesting op het eiland in de Maas aan te leggen gaf de Spanjaarden de mogelijkheid om de Maas te blokkeren, om zodoende te voorkomen dat de in Maastricht gelegerde Staatse troepen via de Maas bevoorraad konden worden. Daarmee werden de veroveringsplannen van de Staatse troepen ingeperkt. Ondanks het einde van de 80-jarige godsdienstoorlog bleven Spanjaarden het eiland in de Maas bezetten. De veldslag in 1702 resulteerde in de overwinning van de Staatse troepen. Langzaam, voorzichtig, maar Thank you.
Zo jong, ik klik je nou om. Wat is dat dan? Ja, dat is voor ons. De druk op de Spanjaarden nog steeds groter. Pap, ze begint op te zitten. Ik ben een goeie eco. Dit resulteert dat een man van aangezicht. Een laatste dan op dag waarschijnlijk.